Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We zitten een beetje met wat verschillende weertypes boven ons hoofd. In het oosten, bewolking, misschien wat motregen. Dan een gebied met wat opklaringen. En ten westen van ons liggen weer buien voor ons klaar. En dat betekent inderdaad een wisselend beeld vandaag hier en daar wat zon in de loop van de ochtend van het westen uit duidelijk toenemende kans op buien en vanmiddag vallen die buien dan ook wat meer in het binnenland om vervolgens in het noordwesten weer het droge weer te geven gevolgd door wat opklaringen en op het moment dat die opklaringen binnenkomen gaat de temperatuur omlaag het wordt 12 tot 15 graden Vanavond in het zuiden nog wat hogere temperaturen dan in het noordoosten. Daar begint het als eerste flink af te koelen en hebben we ook de meeste opklaringen. Morgen een dag met bewolking, een periode met regen. In de loop van de dag wordt het droger en in het noordwesten breekt de zon nog even door. 7 of 8 graden, alleen in Limburg is het in de ochtend een graad of 12. In het weekend hebben we overal koeler weer, kouder weer, zelfs met zaterdag 5 tot 7 graden. Een paar buien, misschien lokaal wat natte sneeuw of hagel erbij. En ook zondag is het niet droog graad of 7 gemiddeld dan. Maandag is de kans op regen duidelijk weer wat groter. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.